grote brand bij revalidatiecentrum Klimmendaal. Een aantal mensen moest in veiligheid gebracht worden. Waar is toch de vermiste Frans uit Velp? Familie van de verstandelijk beperkte man is radeloos. Ik heb gedroomd dat hij dood was. Ja. Dit is de grootste van Nederland straks. Spijk zet zich met de aanleg van een overnachtingshaven voor schippers op de kaart. Goedenavond. Het revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem is vanmiddag ontruimd na een grote brand. Zo'n 100 mensen zijn geëvacueerd. De brand woedde in een technische ruimte en daarbij kwam veel rook vrij. Mensen die slecht ter been zijn, werden snel door de brandweer in veiligheid gebracht. Al kort na de melding schaalde de brandweer op naar grote brand. Hulpvoertuigen uit de wijde omgeving werden ter assistentie opgeroepen. De evacuatie van de afdelingen het dichtst bij de brandhaard werd onmiddellijk in gang gezet. In de eerste instantie zijn verdiepingen 3 en 4 zijn de mensen uit de bedreigde zone zeg maar, wat meer naar een veilig gebied van die verdieping gebracht. En dan hebben we het over verdieping 3. Daar zaten ze veilig. En toen bleek dat er een mogelijke uitbreiding was via de liftschacht, heeft de brandweer besloten om mensen daar ook weg te halen. Zijn er gewonden gevallen dat u weet? Voor zover nu bekend zijn er geen gewonden. De uitslaande brand was het meest zichtbaar op het dak, waar het allemaal begon. Rond 1:50 hebben we melding gekregen van de uitslaande dakbrand. Zoals het nu uitziet is er brand ontstaan in de dakopbouw, in de technische ruimte die op de dakopbouw zit van dit gebouw. Zeker 100 patiënten zijn er in rolstoelen of in lichtbedden naar een veilige plaats gebracht. In het pand ging de rookontwikkeling via de liftschachten nog een tijdje door, waardoor steeds meer mensen verplaatst moesten worden. In de loop van de middag kon het zijn brandmeester worden gegeven. Waar is de 72-jarige Frans Udink gebleven? Die vraag spookt al dagen door de hoofden van zijn familieleden. Frans woont in Velp en heeft een verstandelijke beperking. Donderdag stapte hij op de trein en is sindsdien niet meer thuisgekomen. De politie maakt zich ernstig zorgen om hem. Frans' jongere broer Benny maakt zich ernstig zorgen. Sinds 1997, toen hun moeder kwam te overlijden, zorgt Benny al voor de verdwenen Frans. Frans is al 5 dagen zoek. Hij is op een donderdag weggegaan. Ik heb mijn broer niet meer gezien. Maakt zich zorgen, denk ik. Hè? Ja, heel erg, zeker. Het vervelende is, de man heeft een zware beperking. Hij loopt moeilijk, praat moeilijk, heeft medicatie nodig. Maar hij is al een paar keer gezien, hè? Benny heeft een grote zoekactie op touw gezet. En zo meer dan 700 keer is hij gedeeld, joh. Juist dat Frans zijn medicijnen al een tijd niet heeft gekregen, baart hem ernstig zorgen. En daardoor is hij in de war. Want Frans stapte wel vaker zomaar op de trein. Maar hij was altijd dezelfde dag weer terug. Want normaal gesproken, als hij in een situatie zit, dan houdt hij mensen aan of hij belt aan bij iemand. En dat doet hij ook niet. En dat zet mij ook weer aan denken. Ik heb gedroomd dat hij dood was. Ja, goed. Hij is nog wel een paar keer gezien natuurlijk, hè? Ja, dus dan geeft hij wel, geeft aan dat hij dan wel leeft. Maar wat er daarna gebeurt, dat weet je niet. Mocht iemand Frans zien, dan hoopt Benny dat er onmiddellijk met de politie wordt gebeld. Ja, Frans. Ja, iets anders dan. De Rijn komt er ons land binnen en eind dit jaar opent er de gloednieuwe overnachtingshaven in Spijk, aan de grens met Duitsland. De nieuwe overnachtingshaven komt er omdat er nu te weinig overnachtingsplaatsen zijn voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel. Spijk heeft straks 50 ligplaatsen waar schippers dan kunnen uitrusten. Spijk staat op de kaart en daar zijn we blij mee. Dit is de grootste van Nederland straks. De aanleg van deze overnachtingshaven is bijzonder, want eerst was dit nog land. Dus hier voorheen stonden hier huizen op stallen. Dus er is echt een heel gat gegraven. En andere zijn voornamelijk gewoon. Dan was er al een plas waar wat vergroot is en waar uiteindelijk een haven van gemaakt is. En dit is de grootste van Nederland straks? Dit is de grootste van Nederland straks. Dat het waterpeil in de Rijn soms wel 8 tot 10 meter in hoogte verschilt, is een uitdaging voor de bouwers. De stijgers kunnen dus gewoon met die 8 tot 10 meter waterstandverschil gaan ze gewoon netjes mee omhoog. Opdat het schip altijd kan aanleggen. En dat maakt het bijzonder?
Ja, voor deze locatie maakt dat het absoluut uniek. Zowel de grootte als het waterstandverschil. De haven in Spijk kost 125 miljoen. Maar dan heb je ook wat. We bouwen hem voor 100 jaar. Dus dat moet hij minimaal mee kunnen, zeg ik. In ieder geval eind december, dus net voor de kerst, is het de bedoeling dat het helemaal opgeleverd is. We hebben in Nederland 3 plaatsjes die Spijk heten. Maar dit is echt Spijk waar de Rijn ons land binnenkomt. Na het klussen belanden overgebleven potten muurverf vaak bij het afval. En dat moet anders, dachten ze bij de gemeente Nijmegen. Daar lieten ze schildersbedrijven als proef hun restante muurverf inleveren, zodat ze weer verwerkt kunnen worden tot nieuwe verf. Ik vind dat hartstikke belangrijk, want we komen van een model af van lineaire economie, waar we alles maken, kopen, gebruiken en dan weer weggooien. Dat is gewoon vervuiling. En als we toe kunnen gaan naar een model waar we het grootste deel weer kunnen hergebruiken, dan denk ik dat we voor de komende generaties ook echt een kans geven om deze wereld een leefbare, blije wereld te geven. RVNet startte de pilot in Nijmegen. Bracht de hele verfbranche bij elkaar met als doel dat daar geen overgebleven verfpotten meer in de vuilverbranding verdwijnen. En met succes zo blijkt, want er werden heel wat potten met restverf afgeleverd door de Nijmeegse schilders. We hadden eigenlijk bedacht dat het ongeveer 600 liter, maar in 2 dagen 2500 liter. Dus 4 keer meer dan verwacht. Dus dat is eigenlijk een heel groot succes. Van de ingezamelde potten wordt weer nieuwe verf gemaakt. En dat gebeurt in Beuningen bij het bedrijf Intergem. Uiteindelijk zijn wij ook gewoon een commercieel bedrijf. En ik geloof uiteindelijk als je voor structurele termijn circulariteit wil toepassen, dan moet daar ook gewoon een goed verdienmodel in zitten. En juist met deze pilot hebben we denk ik laten zien dat het ook gewoon kan. Er zijn al meer gemeenten buiten Nijmegen die hun interesse hebben laten blijken. Dat zijn de gemeente Druten, de gemeente Bergendal, de gemeente Wijchen hebben al interesse getoond. En ja, andere gemeenten hebben nu het project gehoord. Dus we verwachten dat daar ook snel nog meer interesse bij komt. Duizenden euro's heeft de maker van deze enorme puzzel nodig. Het vervoer en inlijsten van de 42.000 stukjes is een dure grap. Zeker omdat we hem graag in epoxy willen hebben, wat hem heel goed beschermt. Dat kost aardig wat. Zometeen meer over deze puzzelfanaat. Bij een gewelddadige overval op een pizzeria in Lochem gisteravond is een medewerker mishandeld. De overvallers kwamen via de achterdeur de horecazaak aan de Walderstraat binnen. De twee mannen bedreigden het personeel van de pizzeria met een vuurwapen of iets dat daarop leek. En mishandelden een werknemer. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Agenten met kogelwerende vesten hebben in de omgeving nog naar de overvallers gezocht. Of ze iets buit hebben gemaakt is niet bekend. De vernielde Russische tank die enkele dagen op het Leidseplein in Amsterdam heeft gestaan, is weer terug bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. De tank werd in maart vorig jaar in Kiev ingenomen door het Oekraïnse leger. Het gevechtsvoertuig roept veel emoties op. In Groesbeek en Amsterdam werden er Russische vlaggen en bloemen opgelegd. Dat mag vanaf nu niet meer. Er worden geen bloemen gelegd, dat willen we niet. Er worden ook geen Russische vlaggen opgelegd. De borden vertellen dat ook heel duidelijk aan de bezoeker. Doe dat niet. Doet u dat wel, dan wordt het weggehaald. Over 1,5 maand wordt Nijmegen weer overspoeld door wandelaars die de Vierdaagse gaan lopen. En die moeten allemaal ergens slapen. Vierdaagse.nl bemiddelt daarin. Maar er is nog wel een tekort aan bedden. Goedemorgen, welkom. Peter Hermsen biedt tijdens de Vierdaagse onderdak aan een loper. Die krijgt zijn slaapkamer. Zelf slaapt hij die week in de logeerkamer. Ik heb de afgelopen 5 jaar iedere keer familie, vrienden of kennissen gehad die hier een week kwamen logeren. En toen las ik in de Brug dat er erg veel behoefte was aan een gastbed. Toen dacht ik, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Wandelaars kunnen bepaalde wensen indienen. Hè. De gastgezinnen kunnen ook bepaalde wensen indienen. Van willen we 1 wandelaar, willen we 2 wandelaars, willen mensen vanuit het buitenland hebben. En die proberen we zoveel mogelijk aan elkaar te matchen. Peter legt zijn gast echt in de watten. Ik vraag wat ze graag lusten en dan kook ik het ook. Ik zorg voor een uitgebreid lunchpakket
En ja, alle zorgen, om een voorbeeld te geven. Ik heb hier een bakje staan. Dat ze s'avonds met de voeten even in koud water kunnen, met ijs. Er hebben zich 820 wandelaars opgegeven via Vierdaagsebed.nl. En er zijn nog 140 slaapplekken nodig. Mensen als Peter, ja, die dat doet, die daar ook echt van vindt dat het gezellig is. Die ontbijt verzorgt, die diner verzorgt en zelfs een lunchpakket verzorgt. Ik kan het iedereen aanraden, want het is poepgezellig. Willem uit Apeldoorn maakte een puzzel van maar liefst 42.000 stukjes. Na het klaren van die monsterklus wacht de Apeldoorner een volgende opgave. Hij zoekt duizenden euro's om de megapuzzel op te hangen. De puzzel is 7,5 meter lang en past niet in Willems huis. Daarom doet de puzzelfanaat hem graag cadeau aan zijn andere hobby, de tafeltennisclub. Ik ben al zo lang lid hier, het is mijn tweede huis eigenlijk, dus vind ik gewoon leuk. Om hierop te hangen, sorry. 6 maanden en 1 dag werkt hij eraan. Ja, wat we zien zijn eigenlijk alle wereldmonumenten van de hele wereld. Alle grote gebouwen, alle dieren. Mijn vrouw heeft niet gemopperd dat ik altijd aan het puzzelen was of zo. Ja, ik doe het heel erg graag. Willem is al op jonge leeftijd met het puzzelvirus aangestoken door zijn vader. Ik heb een tijd in het ziekenhuis gelegen toen ik 5, 6 jaar oud was. Heb ik ook gepuzzeld. Ik heb nog foto's ervan dat hij op bezoek komt. Dat we samen gepuzzeld hebben in het ziekenhuis. Een mooie herinnering. Ja. Ja. Maar 42.000 puzzelstukjes ophangen is nog niet zo makkelijk. In totaal schatten wij dat er ongeveer 6.000 euro nodig is. En zeker omdat we hem graag in epoxy willen hebben. Wat hem heel goed beschermt. Dat kost aardig wat. Via crowdfunding hoopt Willem dit bedrag op te halen. Een derde is al binnen. Scoreborden, reclameborden. Iets vrolijks mag ook, hè? Leuke versiering, of niet? Dat als mensen binnenkomen zeggen, wauw, dat is mooi. Ja. Ja, hopelijk komt het goed. Tot zover deze uitzending. Online en in de app meer over spanning in Brummen, waar de veiling van kostbare oldtimers bijna ten einde is. Ik wens u nog een mooie avond. De zon staat hoog aan de hemel, de zonnestralen zijn fel. Dus om overdag foto's te maken is dat licht helemaal niet geschikt. Dus de fotografen moeten het hebben van de ochtend- en avonduren. Zoals ook deze fotograaf die vanochtend vroeg op pad was in de Betuwe. Ja, en overdag dus volop zonneschijn, hoge zonkracht, briesje daarbij en een lage luchtvochtigheid. Dus het is ideaal weer om je was buiten te drogen. Met een beetje geluk kan het in de avond dan alweer helemaal droog naar binnen. We hebben momenteel met een noordelijke tot noordoostelijke wind te maken. Vooral het noorden van Nederland blijft gevoelig voor wat wolkenvelden vanaf zee. Maar daar hebben we in Gelderland eigenlijk niet of nauwelijks mee te maken. Komt voorlopig weinig verandering in. We moeten alleen wel even letten op dit buiengebied in de buurt van Tsjechië. Want die krult geleidelijk over Duitsland een beetje richting onze omgeving. Daardoor maken we wel kans op iets meer sluierbewolking. En de buien blijven in de modelberekening boven Duitsland. En met al die hoge drukgebieden in de buurt is het nog maar zeer de vraag of die buien ook daadwerkelijk tot ontwikkeling gaan komen. Vanmiddag zijn er een paar kleine stapelwolken tot ontwikkeling gekomen. Vanavond lossen die op. In de Achterhoek en in de regio Arnhem-Nijmegen nog zo'n 20 graden. Langs het Veluwemeer staat iets meer wind. In de omgeving van Harderwijk zo'n 17 graden. Vannacht gaat de wind liggen, is het helder, koelt het af na zo'n 8 à 9 graden en heb je nog steeds heel erg mooi zicht op de maan. Morgen hebben we dus opnieuw zo'n stabiele en droge dag. Vanuit het oosten later misschien iets meer sluierbewolking, maar dat zit de zon niet al te veel in de weg. Temperatuur tussen 22 en 24 graden en dus nog altijd met die noordoostenwind. Die gaan we vanaf donderdag kwijtraken. Daar komt een oostenwind voor in de plek. En dan gaat de temperatuur ook behoorlijk oplopen. Zaterdag gaan we richting 28 graden.